Op geen enkel station in Nederland staat nog een geldwisselautomaat. Die zijn namelijk allemaal weggehaald. En dat komt onder andere door de man op de volgende beelden. Het is de vroege ochtend van dinsdag 12 januari, 14:15. Als er een scooter komt aanscheuren bij station Lelystad. De bestuurder manoeuvreert er even mee. Kijk alvast of u misschien iets aan het model herkent, want elk aanknopingspunt naar de jongeman is welkom. We zien eenmaal in het station beter dat hij vrij tenger is en beweegt alsof hij vrij jong is en een hamer heeft. Hij gaat daarmee direct aan de slag bij de geldwisselautomaat, waarmee je briefgeld kan wisselen voor muntgeld. De automaat zelf zien we net niet. Daarna zit hij een tijdje te hannesen met de spullen in de zakken van zijn kleding, naast de hamer waarschijnlijk een aansteker en iets dat kan ontploffen. Vrijwel direct na het ontsteken, hij is amper weg, de knal. En dan gebroken glas en rook. En de terugkeer van de plofkraker die zo snel als mogelijk het alle kanten opgeschoten geld van de grond opraapt. De wisselautomaat alleen al kostte bijna 10.000 euro. De andere automaten op stations werden daarna uit voorzorg weggehaald. Daarnaast was er ook nog grote schade aan het station. Kijk maar even rustig hoe hier alle ruiten van de toegangspoortjes barsten. De dader maakte uiteindelijk dus wel geld buit en daar zat ook veel muntgeld bij. Dat is mogelijk opgevallen in zijn omgeving. Hopelijk vermoedt iemand iets door die buit, zijn kleding en de scooter, waarmee hij die dinsdagochtend 12 januari weer uit de stalling wegschiet. En zag u hem bij station Lelystad die nacht? Vlak daarna kwam er bijvoorbeeld nog iemand de stationshal in. Ook dan bent u belangrijk. Neem contact op. Wie vermoedt iets over deze plofkraker? We horen graag van u.